Dat is mijn favoriete dier. Pinguïns vind ik wel heel erg leuk. Vogels sowieso, reptielen, ja, eigenlijk alles wel. Voor mij zijn de absoluut favoriete dieren in de tuin zijn de gorilla's. Ja, nee. Vogels en reptielen en pinguïns. Mijn favoriete dier is de hop. Ik ga voor pinguïns. Mijn favoriete diersoort zijn neushoorns. Ja, zowel Indische als zwarte die wij hebben natuurlijk. Hoi Okkies, kom eens kijken. Ja, kom eens gezellig kijken. Goed hoor. Ja! Wat een mooie meid, hè. Wat een mooie meid. Zo, het is toch allemaal wat, hè? Het is toch allemaal wat. Gaan wij zo even lekker douchen. Hè? Gaan wij zo even lekker douchen. Ja. Dat doen wij, hè. Dat doen wij. Ja. Het is een deel van mijn leven geworden. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed, zeg maar. Het zit altijd in mijn hoofd. Lekker warm. Ja. Mijn nazen gaat nu heel goed. Hij is nu ruim een half jaar oud. En dan zien we ineens daar zo'n klein neushondje liggen. En ja, en dan is het eruit gekomen. Als in de ochtend het licht aangaat in de stal, laat de jonge man zich pas echt goed zien. Hij krijgt de naam Nazur, weegt 40 kilo en doet het heel erg goed. Ja, en dan is het gewoon genieten. We hebben wel een biertje erbij gepakt, ja. Ja. Lekker, hè? Ja. Een hele rustige zwarte neushoorn, net als zijn moeder eigenlijk. Heel kalm, heel erg gek op aandacht. Dus het wordt voor de volgende dierentuin waar die heen gaat ooit, wordt het gewoon een genot om mee te werken. Kan ik je nu al vertellen. Is je klaar mee? Een neushoorn is een hoefdier. Ze kunnen heel erg gevaarlijk zijn in bepaalde situaties. Kom je kijken. Ja. Maar eigenlijk zijn ze altijd heel erg leuk om mee te werken. Oh, lekker. En hoop ik dat ze het ook leuk vinden dat ik met hun werk, zeg maar. Hij is zo hard gegroeid in een half jaar. Zo hard gegroeid ben je, hè? Oh, dat is zo lekker, hè? Ja. Ik zie het echt wel als een als mijn huisdieren eigenlijk. Waar je door het vuur door gaat, zeg maar. Het is net een hondje, joh. Het is net een hondje. Ja, zo gezellig. Hey, meisje. Ja, kom maar hoor. Goed zo. Mooie meid. Lekker eten. Nou, ik heb op mijn arm getatoeëerd Naima en Mara. Super vet natuurlijk, want Mara die was geboren in 2017. Dat was de tweede zwarte neushoorn ooit in Nederland geboren. Ja, ik dacht, die moet op mijn arm. Oh, ja, daar komt ze hoor. Daar komt ze, die gekke mevrouw. Die gekke mevrouw, ja. Ik heb nagedacht om Nazur er ook op te zetten, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Hé, vriend. Ik sta al te wachten, hè? Al die takjes. Allemaal takjes voor jou, hè, vriend? Ja. Lekker smikkelen. Goed zo. Ja, kijk. Als ik hem nu wil benaderen, dan moet ik hem gewoon even heel langzaam aanhalen en blijven praten. Nu gaat hij weg. Komt hij zo weer terug. Ontspannen. Zie je, dus hij is best alert. Ga ik langs de zijkant, ga ik naar zijn oog toe. Goed zo. Goed zo, rustig praten, rustige tonnage. Dus eigenlijk moet hij gewoon doorhebben dat het gewoon oké is. Dat er niks, geen gevaar aan zit. En dan kan je meestal wel contact met hem krijgen. Maar dat is gewoon naar je dier kijken, lezen. Kijken naar zijn reacties, kijken naar de kleine geluidjes. Kleine bewegingetjes in zijn ogen. Hè, Fungi? Ja, lekker takkie, hè? Lekker. Melle ken ik als een zeer gepassioneerde dierverzorger. Iemand voor wie het meer is dan een baan van 4:30 tot 5:30. Bij hem zie je ook echt duidelijk dat het een passie is en een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar zijn dieren toe.
Hoi, meisje. 'S Avonds gaat zijn hoofd, dat weet ik zeker, maalt nog wel even door over wat hij nog kan betekenen voor zijn dieren. Ja, dat is moeder dochter, hè? Karuna en Nami. Nami kan je heel goed herkennen aan de hoorn die een beetje afgevlakt is. En Karuna heeft een iets punterige hoorn. Lekker. Ja, zo lekker. Nee, ik heb geen specifieke favoriet. Ik heb wel meerdere favorieten. Aan elke neushoorn zit wel weer een verhaal vast. De Indische neushoorn Nami. Daar hebben we een heel lange geschiedenis mee met, omdat zij voetproblemen heeft. Goed zo, meisje. Ja? We doen ze nou een massage geven. Vindt ze heerlijk. Helemaal in extase is ze. En dan kunnen wij haar voet behandelen. Ik probeer elke dag te spiegelen, hoe kan het nou beter? Hoe kan die verzorging beter? Dat is het doel natuurlijk. Elke dag gewoon die dieren gewoon het beste leven gunnen wat je ze kan geven. Daar ontwikkel ik elke dag nog in. En mijn collega's ook. Ja, de gezelligheid. Hey, wil ze toch gewoon mee naar huis nemen? Als ik een hele grote achtertuin zou hebben, zou ik al die neushoorns op stok zetten en meenemen naar mijn huis. Dat zou ik wel willen. Maar dat kan niet. Helaas. Nee, helaas.